Johan de Boer, ik heb je na Jong PSV Fortuna gesproken. Ik heb je na Jong Ajax Fortuna gesproken. Dat vond je alle twee niks. Hoe vond je het om hier bij de amateurclub Achilles te spelen? Ik ben aangewezen slachtoffer. Het veld lag uitstekend bij vandaag. Of in ieder geval voor de wedstrijd. Want met alle regen wat gevallen is vanavond, was het een heel moeilijk bespeelbaar veld. Maar dat heeft niks met de entourage of de omgeving hier mee te maken. Het is gewoon een kleine tribune, maar ja, het is wel vergelijkbaar met een AGOVV vroeger. Of misschien in Haarlem, waar er gewoon nog meer mensen zaten, dus minder mensen zaten. Dus de omgeving viel nog wel mee. Dus jammer dat het veld gewoon zo slecht erbij lag door het vele regen. Ja, klopt. Het was zeiknat, vooral in het midden natuurlijk. Hè? En ja. Dat is waar jij natuurlijk heel veel staat. Ja, nou, dat is gewoon dat is lastig voor iedereen. Dus voor heel ons spel, want ja, we wilden gewoon veel spelverplaatsingen en toch wel wachten op momenten. Maar ja, we werden een beetje gedwongen om die lange bal te spelen, om gewoon zeg maar het middenveld en het slechte gedeelte over te slaan. Want we zagen gewoon één of twee keer dat het gewoon heel gevaarlijk was. Er zijn er één of twee momenten waar ze op zaten te loeren. Als wij gewoon misschien een goede bal, maar die werd gewoon afgeremd misschien door het water. Ja, dan konden zij gewoon gaan counteren. Maar ja, dan werden we wel een beetje gedwongen om die lange bal te spelen. En dan is het gewoon ook wel moeilijk om in ons spel te komen. Ja, klopt. Nou ja, ik vond de eerste helft dat Fortuna wel redelijk sterker was. Tweede helft vond ik dat Achilles redelijk goed terugkwam. Denk je dat een gelijkspel dan een juiste uitslag is? Ja, het is een terechte uitslag. Zoals je zegt, de eerste helft waren wij betere partijen. We hebben gewoon, denk ik, gewoon één corner weggegeven en daar komt ze op de lat. Maar we hebben meerdere momenten gehad om gewoon eigenlijk op een voorsprong te komen. In de tweede helft, ja, gingen wij eigenlijk wat we niet moesten doen, hun over onze rechterkant laten opbouwen en Freek Tonen gewoon in stelling laten brengen. En ja, we weten dat hij hun sterkste man is en als je daar gewoon hem de vrijheid in geeft om gewoon de ballen te krijgen en zijn actie te laten maken, ja, dan komen wij in de problemen. Ja, hadden we gewoon misschien wel gewoon aan kunnen passen in de tweede helft, wat om kunnen zetten. Maar ja, dan is gewoon met vermoeidheid en met de wedstrijd gewoon wat de tempo lag behoorlijk hoog. We hebben veel druk op ons, dus dan is gewoon misschien wel moeilijk om te zetten. Maar ja, daar moeten we gewoon van leren. Ja, precies. Van leren en door naar de volgende wedstrijd. Ja. Is jou ook opgevallen hoeveel uitsporters er waren? Ja, nee, maar daar kunnen we altijd op rekenen. Waar we ook zijn, nu is gewoon nog wel redelijk dichtbij. Maar ik kan me nog goed herinneren, Emmen vorig jaar uit, Veendam uit, waren gewoon wedstrijden die gewoon, denk ik, gewoon 350 kilometer, 400 kilometer ver weg lagen. En toch waren gewoon iedere keer gewoon kleine 200-tal supporters bij. Ja, vandaag ook weer gewoon volle bak, dus daar kunnen we altijd op rekenen. Daar willen we altijd wel wat voor terug doen. Nou ja, volgende week nieuwe kans om iets terug te doen voor de supporters. Ja, dat we in ieder geval wel. We hebben in ieder geval 3 wedstrijden gewoon de nul gehouden. Dat is gewoon prima. We zijn toch wel met een redelijke serie bezig in 2014. Ja, nou, onze doelstelling is de play-offs halen. En het is nog in handbereik. Dus daar moeten we gewoon ook voor gaan. Dus volgende wedstrijd weer voor de 3 punten gaan. En hopelijk houden we gewoon.